Of als je geweldselectie doe eerst drie tikken en dat is 1-1-2. Ja. En dat betekent dat naarmate ontwikkelingen, ook technische ontwikkelingen voortschrijden, onze bereikbaarheid ook toeneemt. Ja. U heeft misschien langzamerhand een beeld gekregen van Schiedam. Wat is Schiedam voor u voor stad, als politieman bekeken? Het is in ieder geval een stad die, net zoals Rotterdam die kent, een grootstedelijke problematiek heeft. Ik noemde het net al even, de jeugdproblematiek, de geweldsdelicten. Enerzijds, als het om veiligheid gaat. Anderzijds heeft het natuurlijk ook voor de politie een hele aantrekkelijke kant. Als je zo groot bent, als je zo stads bent. We hebben het hier aan tafel al een paar keer gehad. Evenementen die worden georganiseerd, de cultuur in Schiedam, de historie in Schiedam. Nou, dat zijn dingen die los van veiligheid ook voor een politieorganisatie heel erg belangrijk zijn. Want dan kun je ergens op bouwen. Ja. En dit gaat, denk ik, wat betreft Schiedam de komende tijd ook gebeuren. Er staan grote renovatieprojecten op stapel. En ik denk dat dat een natuurlijk moment is, maar ook een unieke kans om de veiligheid te verbeteren in Schiedam. Ja. Er zijn wel eens mensen die zeggen van ik word lekker politieagent in Assen of in Drenthe of in Groningen, daar is het rustig. U treft een multiculturele stad aan. Betekent dat extra zorgen, problemen en creatieve oplossingen? Ik denk dat we in een periode zitten dat we mogen en durven te zeggen dat een multiculturele samenleving extra problemen oplevert, ook voor de politie. Ik denk dat het wel aanleiding is om, als je kijkt naar de organisatie, om daarin ook te investeren. En dat doen wij heel nadrukkelijk. We proberen steeds meer collega's van allochtone afkomst binnen onze organisatie te krijgen. Omdat het raar zou zijn als je, dat wordt wel eens geroepen, als je als witte politie in deze samenleving nog acteert. Dat kan niet meer, dat moet je niet meer willen, dat willen we ook niet meer. En dat vraagt grote inspanning, omdat het toch veel lastiger is om de mensen van allochtone afkomst voor die politieorganisatie te interesseren. Ja. Dit is voor mij gelijk een unieke kans om te zeggen, klop eens bij ons aan. Ja. Bent u een politieman van de oude stempel in de zin regelmaat, orde, gezag? Niet geen onderhandelingscultuur, niet gaan zitten schipperen. Dit mag en dat mag niet en daar zit de streep. Nou, zo kun je het niet meer stellen, denk ik, in de huidige samenleving. Ik denk dat er heel veel overleg nodig is. Dat je heel veel met elkaar in debat moet welke richting je uitgaat. Dat gebeurt ook. Vanuit politie Schiedam uiteraard in eerste instantie met de gemeente. Met burgers. De heer Van Gestel heb ik net gesproken. Die had ik al eerder gesproken in de bekende commissie waar hij over sprak. Ik denk dat dat de manier is om toch met elkaar in koers te varen. Ook elkaar op verantwoordelijkheden te wijzen. Op dit moment zijn we wel de organisatie die steeds meer de norm zal moeten stellen op straat. Weliswaar steeds in opdracht, maar dat blijft. En daar ga je in mee. Daar moet je in meegaan. Dus wij zullen de komende tijd zeker veel nadrukkelijker, als wellicht in het verleden is gebeurd, de norm stellen. Ja. Door onze aanwezigheid op straat en door onze acties op straat. Ja. En niet alleen in Rotterdam-West of het centrum van Rotterdam, maar ook hier in Schiedam. Want we willen het hier graag houden zoals het is, dan wel verbeteren. Dus in die zin wel normstellend, maar toch graag in overleg met elkaar, omdat er ook voor anderen dan de politie een hele nadrukkelijke taak weggelegd is als het om veiligheid gaat. Ja. Normen en waarden, dat ligt tegenwoordig bij iedereen in de mond. Hè? We hebben dat ineens opgepikt. De normen en de waarden moeten weer terug in de samenleving. U heeft vooral ook bijvoorbeeld veel te maken met jeugd, die bijvoorbeeld helemaal geen normen en waarden meer kennen. Als daar nou eens een begin, moeten de scholen dat bijvoorbeeld weer erbij gaan doen? Het aanbrengen van normen en waarden? Of is daar dan toch die rol voor die ouders die toch wat vaker in beeld moeten komen? Nou, als u zegt dat jongeren op dit moment geen normen en waarden meer kennen, dan wil ik dat bestrijden. Dat is dus absoluut niet zo. We hebben last van een toch relatief kleine groep die het ons lastig maakt. Waar we nu mee bezig zijn om is in die groepen, waar dat gebeurt, om daarin te investeren door wat wij dan noemen het afpellen van dat soort groepen. Jongeren daarbinnen voor ons kenbaar, herkenbaar te maken met naam en toenaam. En vervolgens de raddraaiers er tussenuit halen. Dus ja, nogmaals, ik denk dat het op de totale bevolking van Schiedam, de jongeren, de populatie bezien, het een relatief kleine groep is. En die gaan we benaderen rechtstreeks. En dat is verleden veel minder gebeurd, dat we groepen benaderden.
En de kant die we nu op willen is om jongeren individueel te benaderen en op hun verantwoordelijkheid aan te spreken. Ja. En ik hoop dat dat resultaat heeft. Ja, ik zei het in de introductie, het lijkt wel alsof heel Schiedam heeft zitten wachten tot er eindelijk weer eens een grote basis in Schiedam bij de politie. De man die met zijn hand op tafel slaat en zegt, zo zal het gaan. Legt dat een bepaalde druk op u? Nou, niet specifiek. Ik denk dat het alleen maar heel prettig is als op die manier wordt aangegeven, we zijn blij dat je er bent. Maar het zal voor mij persoonlijk in de uitoefening van het werken, datgene wat ik moet doen, dat de verantwoordelijkheid die ik draag, in dat opzicht geen verschil maken. Ik denk dat dat net zo zwaar op mijn schouders rust als dat daar iemand of een voorganger had gezeten waardoor die interimperiode niet was geweest. Ja. Wanneer bent u weer helemaal volledig op sterkte? Nou, de instroom op dit moment gaat heel vlot. We krijgen een heleboel jonge collega's binnen. Ik hoop aan het eind van het jaar, begin volgend jaar, helemaal op sterkte te zijn. Dat we zeggen, dan zijn de collega's binnen. Ook alle mensen in Schiedam zullen zien dat er heel veel collega's op straat lopen die toch wellicht nog wat vreemd om zich heen kijken. Maar dat heeft alles te maken dat het collega's zijn die in opleiding zijn. Ook die moeten het vak leren. En ik zou elke Schiedammer willen vragen om die collega's in de gelegenheid te willen stellen om het vak te willen leren. Dat betekent dat we dan in dat opzicht wel op sterkte zijn. Maar dat collega's zich moeten ontwikkelen zoals iedereen zich zou moeten ontwikkelen. En daar moeten we even tijd voor nemen. Dat wil niet zeggen dat we natuurlijk een heleboel ervaren collega's in Schiedam hebben die juist de jongeren moeten begeleiden. Maar dat is ook de groep die de going concern, zoals we dat dan noemen, toch voor die veiligheid kunnen zorgen in Schiedam. Gaat u gebruik maken van zeg maar de media, zoals bijvoorbeeld televisie, voorlichting, preventief werken, waarschuwen? Ja, ik denk dat we daar als korps al heel nadrukkelijk mee bezig zijn. Als we kans zien of mogelijkheden zien om de media ons te laten helpen bij ons werk, dan zullen we dat doen. Ik denk dat dat in de toekomst veel vaker zal gebeuren. Wat zijn uw verwachtingen dan over hoe gaat de politie met media om? Om die vraag maar even voor te zijn. Ik denk dat dat steeds nadrukkelijker zal gaan gebeuren. Ik zou er niet van staan te kijken als de politie een eigen tv-kanaal zou krijgen, om maar eens even visionair te denken. Als het om veiligheid gaat, zullen er ook ontwikkelingen zijn, denk ik. Het is technisch mogelijk, en daar is al eerder over gesproken, om preventief de kabel te gebruiken als een soort woninginbraaksignaal. Ik weet niet of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Dat heeft ook natuurlijk met privacy aspecten te maken. We kennen het hele cameratoezicht. Maar als je ziet dat de RET, de Rotterdam Extrem, in staat is om permanent 24 uur per dag 1100 camera's uit te kijken. Dan kun je ongeveer een beeld vormen wat voor impact dat op veiligheid zou kunnen hebben. Los van allerlei privacy aspecten uiteraard. Wanneer verwacht u dat ik weer 's avonds laat rustig naar het noorden kan fietsen? Ik denk dat dat nu al kan. Ik denk dat we zeker niet de indruk moeten wekken dat het allemaal zo erg is in Schiedam dat dat niet meer zou kunnen. Er gebeuren incidenten, hele vervelende incidenten. Maar u kunt rustig naar Schiedam-Noord fietsen. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Minister Hekman. Nou, we zijn in ieder geval zover dat we gelukkig weer een grote baas hebben bij de politie. En dat zal met name toch ook bij de oudere Schiedammers een prettig gevoel geven. Het is tijd voor muziek. En u weet het, alle artiesten krijgen bij ons meerdere kansen. Ik vraag u applaus voor Asscher. Merci. We gaan een beetje op de Franse tour en alsjeblieft zing mee en klap de handen mee. Oké, here we go. Klap de handen, het is gratis. Je baladais sur l'avenue, la cœur ouverte à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, c'est toi, je vais te dire n'importe quoi. Il suffit de parler. Allemand now? Yeah! En Champs-Élysées, encore une fois, en Champs-Élysées. Au soleil, c'est la pluie, à midi ou à minuit. Il y a tout ce que vous voulez en Champs-Élysées. Tu m'as dit, j'ai rendez-vous, un seul avec des fous. Tu mets la guitare à la main, au soir, au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé. On ne m'aimait pas penser à ce... Here we go now! Yeah! En
Champs-Élysées, au soleil, c'est la pluie, à midi, à minuit, dites tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Toi qui marches dans le vent, sans de la trop grande ville, avec les cafards tranquilles en passant. Toi qui là, laisse tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, et l'important, c'est la rose, et l'important, c'est la rose, et crois-moi. L'important, c'est la rose, et l'important, c'est la rose, et l'important, c'est la rose, et crois-moi. Toi petit, que tes parents ont laissé seul sur la terre, les noisons sans lumière, sans printemps. Dans ta veste et des draps blanches, il fait froid comme en bohème, toi de cœur comme en carême. Et pourtant, chante avec moi, l'important, c'est la rose, et l'important, c'est la rose, et l'important, c'est la rose, et crois-moi. Encore une fois, l'important, c'est la rose, et l'important, c'est la rose, et l'important, c'est la rose, crois-moi. Merci. Dankjewel, Asscher. Nou, we zitten keurig op draaiboekschema, zoals dat heet. Want we mogen niet uitlopen. Hè. Dat gebeurt wel eens meer bij programma's. Naast mij aan tafel is aangeschoven Joop Daalmeijer. Meneer Daalmeijer, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft net nog even getennist met uw vrouw. Ja. Dat is een mooi leven. En we hebben van elkaar gewonnen. Dat is heel fijn. Ja. Dan wil ik u voor de helft feliciteren. Meneer Daalmeijer, in de jaren 70 was u al in Schiedam actief. U was onder andere al journalist in die tijd en heeft toen stukken geschreven over lokale radio en regionale radio. Ja. Even terug on the memory lane in uw geheugen. Wat was dat voor tijd? Ja, dat was een tijd van het begin van de opstanden in de oude wijken. Dat waren de grote demonstraties die we hier in de tijd hadden rond Brandersbuurt, Zakkendragershuisje, esoterische gesprekken met Jan Schaper. Grote van die teach-ins had je, geloof ik, in de Korenbeurs. Ja, heel goed. Ja. Jij weet het beter dan ik nog. En nou, daar vochten elkaar de tent uit, de toenmalige politici. Dat waren prachtige tijden. Jammer dat ze voorbij zijn. Nee. U was ook lid van de Schiedamse gemeenschap, de SG. Wat was dat Sorry, voor club? Sorry, daar kan ik niks aan doen. Nee, dat geeft niet. Maar wat was dat voor club? Nou, het woord zegt het al, de Schiedamse gemeenschap. Ik heb het altijd een heel raar woord gevonden. Als ik het nog wel eens tegen mensen zeg in Hilversum, Schiedamse gemeenschap, dan kijken ze heel bedenkelijk. Ja, eigenlijk was dat een regentenclubje waar ook wat jongere mensen in zaten die de stad cultureel bestierden. En die deden dat, als ik me dat goed herinner, met geld dat opgehaald werd van de pacht van de kermis. Het geld dat daarmee opgehaald werd, werd bij de Schiedamse gemeenschap gezet. En daar werden dan wat culturele dingen mee gedaan. Die zaten in zo'n klein houten schuurtje in de plantage. Van de Boom zat daar als directeur, later geloof ik Ruud Piaar. En daar werden dan wat culturele activiteiten ontwikkeld. En daar werd ook veel met elkaar gesproken. Gaven een erg leuk blad uit. Er is eigenlijk op het ogenblik een leukere opvolger van dat blad van Hans van der Sloot. Waar ik ook nog natuurlijk abonnee ben. Uiteraard. Ver van hier. Ja. Want mijn hart ligt voor een groot gedeelte nog hier. Nou, dat blad, dat was een mooi blad. Mm-hmm. Daar zijn hele beroemde fotografen begonnen bij dat blad. Fotografen die op het ogenblik zelfs in Italië hele mooie films maken. Ja. Waarom was u in die tijd al een voorstander voor regionale en lokale radio?
Nou, ik dacht dat vooral in die tijden waar hier de discussie, het maatschappelijk debat heel sterk was, waar ook de cohesie in de samenleving erg aan het schuiven was, dat je daar de radio heel goed voor kon gebruiken. Mm-hmm. En dat ook er een regionale structuur moest zijn. En dat allemaal afgezet natuurlijk ten opzichte van Rotterdam. Want Rotterdam was de stad die alles wegzoog. Daardoor kwamen hier ook heel weinig culturele evenementen van de grond. Want iedereen ging naar Rotterdam. Dus ik dacht, je moet daar een schil omheen zetten. Mm-hmm. Dat moet je vanuit het lokale aspect doen, maar ook het regionale. Ja. En ik was in die tijd heel erg voor radio. En niet voor die dingen, want dat vond ik allemaal veel te duur. Ik vind dat nog steeds veel te duur voor regionale lokale. En ik denk dat radio een prachtig medium is om met mensen in contact te komen en mensen met elkaar in contact te brengen. Vele jaren later zijn heel veel lokale omroepen in Nederland. Ja. Zijn zij geworden van wat u voor ogen had? Ja. Ja, ik woon zelf in een vrij klein dorp, in het Gooi, in Huizen. Daar hebben wij een buitengewoon goed functionerende lokale radio. Mm-hmm. En als ik iets wil weten van wat er bij mij in de buurt afspeelt, dan stem ik daarop af. Ja. En dat werkt buitengewoon goed. En het is in de ether, dus je kan het overal ontvangen. Ja, in wat voor mate was u daarom dus voorstander ook voor regionale radio? Nou, omdat, kijk, de regio, dat is natuurlijk de structuur die je met elkaar aanbrengt. Want mm-hmm. alles wat we hier doen, wordt voor een deel, of werd voor een deel gestuurd vanuit Rotterdam. Maar wat er in Vlaardingen gebeurde, had ook met hier te maken. Dus die regionale structuur, die moest je natuurlijk in de radio binnenbrengen. Daarom was ik voor dat regionale aspect. Ja. En ik had in die tijd voor ogen dat je dat kon doen met vensters. Dus je maakte een soort raamprogramma en daarin schoof je dan de lokale, zodat dat de regio viel uit elkaar op een gegeven moment. En het werden dan lokale onderdeeltjes, bijvoorbeeld van 6 tot 8. Ja. In die afgelopen 25 jaar heeft u vele radio- en televisieverhalen meegemaakt. Is dat nou een ontwikkeling tot nu toe? We hebben aan de ene kant zeg maar de commerciële zenders, we hebben de gewone zenders. Is dat een ontwikkeling die ons als kijker en luisteraar tot nu toe allemaal ten goede komt? Die strijd? Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet. Waar wij op het ogenblik in zitten, kijk nu, ik werk bij de publieke omroep, bij de openbare omroep noem ik dat persoonlijk liever. Wij zijn op het ogenblik heel veel kijkers kwijtgeraakt en luisteraars aan de commerciële omroep. En we zijn die kwijtgeraakt omdat mensen daar makkelijk verteerbare filmpjes krijgen, series, informatie. En wij hebben dat verloren. Ik maak me daar erg grote zorgen over. Mm-hmm. Als wij nu naar het laatste onderzoek kijken, dan blijken wij van de 16 miljoen Nederlanders zo'n 9 miljoen Nederlanders nauwelijks meer te bereiken als publieke omroep. Met zaken die ertoe doen. Ja. Die mensen die consumeren alleen maar spullen bij de commerciële omroep. Die willen alleen maar geprikkeld worden en willen niet tot gedachten gebracht worden. En dat vind ik een ontwikkeling die heel slecht is. Dus ik denk dat wij daar ons erg op moeten bezinnen en dat wij daar met programma's moeten komen. Ik denk dat je daar zelfs parallellen kan trekken met wat er in de politiek gebeurd is. Ja. Daar waar de oude partijen, wordt dat dan genoemd. Mm-hmm. Ik koop daar niks voor, maar goed. Waarin de oude partijen onder druk staan door dingen die in de samenleving zijn gebeurd, die niet zijn opgepakt. Nee. Nou, datzelfde geldt voor ons. Dus wij moeten ons dat ontzettend aantrekken, want iedereen betaalt voor die openbare omroep. U betaalt, ik betaal eraan mee. Maar als je het niet consumeert, op een gegeven moment krijg je mensen die zeggen, ja, rot op met je zooi, ik wil dat niet meer. Wat gaat u daar de komende tijd toch proberen tegenover te zetten? Tegen het commerciële verhaal? Nee, ik vind dat wij echt Nederlandse televisie moeten maken. Dat wij televisie moeten maken die mensen gaan opzoeken. En niet alleen maar die toplaag in Amsterdam die in de grachtencirkel wonen en mooie culturele dingen willen. Nee, ook dramaseries die voor gewone mensen net een spa dieper steken dan goede tijden, slechte tijden. Mm-hmm. Daar moeten we ons op richten. Informatieve programma's die wat uitleggen en die met mensen in debat gaan en die ook een platform zijn voor debat. Ik vind dat wij veel nadrukkelijker tot het maatschappelijk debat moeten toetreden en dat moeten stimuleren en moeten faciliteren. Roept u nu een beetje in de woestijn of heeft u daar hoop op? Nee, ja, ik zit toevallig op een positie waar ik daar wat meer kan drukken en sturen. En langzaam komt het ook. Ook natuurlijk onder de druk wat er in Den Haag gebeurd is. Want het is voor ons echt een signaal geweest. En langzaam wordt dat opgeknapt. Wij zitten natuurlijk in een structuur met omroepen, onafhankelijke omroepen. Van de KRO tot en met de TROS zijn allemaal autonoom. En voor die beslissing genomen heeft, duurt het even. Ja. Het gaat bij ons niet zo snel als bij de commerciële. Maar ik mag daar nog een kort voorbeeld aan geven. We zaten in gesprek met Adam Curry om een leuke serie te maken op de publieke televisie.
Dat gaat om een heel groot bedrag, gaat om meer dan 2 miljoen euro. Dat kost bij ons een dag of drie voordat we dat bij elkaar hebben. Ja. We hebben dat verloren omdat de commerciële dat binnen één dag beslissen. Wat dat wilde ik aan u vragen, die rol van die adverteerder en van die sponsor, zeker bij de commerciële, speelt dat uw parten? Nee, ik vind ook dat wij, commercieel, ik vind sponsoren prima, bij amusementsprogramma's en bij cultuur, bij mijn informatieve programma's weg ermee. We hebben daar zelf geld voor. Daar hoor je een onafhankelijk journalistiek product te maken. Of als het vanuit de KRO komt, het katholieke geluid. En dan niet nog eens een keer verstoord door een sponsor. Daar betalen mensen niet voor. Hoe ziet u de toekomst van de televisie de komende jaren? Gaan we alsmaar meer kanalen krijgen? Of ziet u toch een bepaalde stabiliteit, andere keuze, lichte verschuivingen? We leven natuurlijk in een klein land. En zo'n kanaal kost een hoop geld. En dat moet opgebracht worden uit reclame. Ik denk niet dat er veel meer bij komt. En als je nu kijkt naar het gebruik van televisie, in een Schiedam zijn, ik weet niet hoeveel kanalen op de televisie, maar kijk je naar het gebruik, dan worden 9 kanalen gebruikt door ongeveer 92% van de mensen. En de rest zit daarnaast. Ja. Dus al die kanalen worden eigenlijk niet bekeken. Kijk je naar hoe mensen hun afstandsbediening gebruiken, dan gebruiken ze in feite 3 toetsjes. Bijvoorbeeld RTL 4, Nederland 2 en SBS. Ja. Mensen maken hun eigen set. Dus al dat aanbod kan heel interessant lijken. Maar bovendien, je ziet op heel veel van die kanalen allemaal hetzelfde. Je ziet een speelfilm soms op 4 verschillende kanalen. Een voetbalwedstrijd. Eindeloos terugkeren. Eindeloos terugkeren. Dus heel veel meer keus krijg je aan het eind natuurlijk niet. Prima. U moet weer terug naar huizen. Terugkerend naar huizen. Ik ga eerst nog naar mijn moeder. Dat lijkt me heel verstandig. Dank u wel voor uw komst. Oké, graag gedaan. Meneer Daalmeijer. Dan mag u plaatsmaken voor de laatste gast in mijn programma. Dat is de heer Eikenbroek van de ONS. Aflossing van de wacht. Meneer Eikenbroek, goedemorgen. Goedemorgen. De laatste hand die we mogen schudden, terwijl de kopjes al rinkelen. Want ja, het loopt tegen 12 en dat betekent dat de mensen misschien thuis toch ook zoiets hebben van kopje soep gaat er altijd in. Meneer Eikenbroek, allereerst als directeur gefeliciteerd. 25 jaar Kain. Dankjewel. Is dat iets om binnen het bedrijf een extra kopje ettersoep te verstrekken? Nou, ik denk dat we eigenlijk met deze manier van uiten van ons jubileum meer hebben dan dat wij binnen het bedrijf kopjes ettersoep gaan eten. Ja. U weet zelf dat stilstaan is achteruit gaan. Ja. Ik kan me voorstellen dat een heleboel knappe koppen binnen uw bedrijf alweer aan het bedenken is hoe we verder gaan. Dus als we over een toekomstvisie praten, wat gaat ons allemaal nog te wachten staan in Schiedam? Nou, ik denk dat eigenlijk het sterkste op dit moment is het gebruiken van internet via de kabel, het breedband internet en het verder uitbouwen daarvan. Dat de zaken zijn waar onze pijlen op dit moment als eerste op zijn gericht. Eigenlijk ben ik het met daarmee eens als je zegt van hoe zit het met meer programma's. Die techniek hebben we geprobeerd. We hebben de afgelopen periode bij 50 van onze klanten een mooi digitaal kastje gehad. Mm-hmm. Om nog eens een keer 16 programma's erbij te plaatsen. De vraag daarna aan de klant gesteld, wat heb je hier eigenlijk voor over? Want wat krijg je dan eigenlijk aan programma's meer te zien, anders te zien dan dat je eigenlijk uit die favoriete selectie die je nu al uit die 41 kunt halen. Mm-hmm. En dan zie je dat mensen daar toch heel weinig voor over hebben. En dat beschikbaarheid van echt nieuwe programma's een hele lastige is. Dus daar ben ik redelijk pessimistisch over. Dus ik denk veel meer aanvullende activiteiten, zoals in de internet en het verder uitbouwen van dat soort van zaken. Ja. Hier kunt u ook in het Mediacafé zien, waarvan we zeggen, nou, let op, voeg nieuwe dingen toe. We zullen zeer binnenkort permanent het ketelplein in beeld brengen, zodat u weet of u wel of niet eerder van huis moet, omdat daar een file staat. Dat soort aanvullende informatie op lokale schaal, daar denk ik veel meer aan. Ja. We hebben nu thuis nog dat kleine kastje, 1 stekkertje voor de radio, 1 voor de televisie. Gaat daar de komende tijd nog wat aan veranderen? Nou, ik denk dat geleidelijk aan iedereen zo'n beetje gek wordt. Maar vroeger had iedereen een autosleutel. Dit is de nieuwe autosleutel. En het duurt niet lang meer om hier nog wat meer elektronica in te stoppen. Zodat je daar ook mee kan betalen. Maar ook in feite je selectie van kanalen kunt maken. Ja. We zitten absoluut in een overgangsfase waarbij verschillende technieken. Vergeet niet wat de gsm-techniek, een bekend merk, om het maar toch even zo te noemen, Nokia, wat die mensen aan nieuwe technologie toevoegen. Mm-hmm. En dat soort samengaan, met mooie woorden, het hybride maken van systemen, dat zal zeker in de komende jaren gaan gebeuren. Ik denk
dat we daar nog een heleboel grappen van zullen gaan merken. Ja. De gasten de afgelopen uren, onder andere de ouderen, de politie, de woningen, vragen eigenlijk in deze tijd om beveiliging. Is dat een, zeg maar een stuk markt waar u als bedrijf zegt van nou, dat kunnen wij gaan leveren? Op zichzelf is die techniek beschikbaar. Ons kabelnet is volledig retour geschikt. Ook hier geldt weer voor. Je kunt daar veel over roepen. En vervolgens is de vraag wie gaat de rekening betalen. Want het gaat zo langzamerhand in de techniek niet meer om van wat er allemaal kan. Het gaat erom wie de services en wie de diensten verzorgt en wat je daar aan geld voor over hebt. En dan wordt het al een heel stuk anders op het moment dat je daar zegt van ja, wilt u dat hebben, maar heeft u daar dan ook zoveel geld voor over? Maar als we dan bijvoorbeeld beginnen bij de televisie, meneer Daalmeijer zei het net al eventjes, er zijn zoveel kanalen, van hoeveel maken we daar eigenlijk gebruik? Wanneer komt nou het moment dat je gewoon zegt als consument in Schiedam, nou ik wil die 9 kanalen en de rest kan van mij wieberen. Komt er ooit een kastje waarvan je zegt ik betaal per kanaal? Ook hier geldt voor, ja, dat komt. Deels, het is er. Het gaat er vervolgens om hoe weten wij met elkaar in Nederland daar een voldoende standaard te maken. Dat het bij verhuizen weer niet in een andere situatie terecht gaat komen. De vraag is ook vervolgens weer, hoeveel moet die techniek dan kosten en wat heb je daarvoor over? Want tegelijkertijd, als je vandaag de dag kijkt, dat meten we in ieder geval af aan het gegeven dat 41 kanalen kennelijk zoveel algemene informatie bevatten dat het niet zo is dat ons bedrijf dagelijks, wekelijks, zelfs maandelijks aangesproken wordt op van dit is wat ik mis. Specifieke zaken nagelaten zoals bijvoorbeeld bij zo'n gemeenschappelijke antennevoorziening via een schotel voor complete blokken zoals dat in Schuttersveld gaat gebeuren. Er kwam gisteren mij een nieuw woord te oren, het PAS, het persoonlijk alarmsysteem, alarmeringssysteem. Ja. Zegt u dat wat? Ja, ik denk dat we daar redelijk bescheiden mee zijn, want dat doen we volgens mij al 10 jaar samen met een van de grotere verzorgingstehuizen Frankeland, die in feite de NAVEL, dus de opvolging van alarmen verzorgt. En ik denk ook hier geldt weer, techniek is niet de bottleneck. Het gaat erom wat kun je daar voor diensten en voor zorg achter hangen. Mm-hmm. En ja, ik denk wel dat wij absoluut meer zullen gaan drukken op jongens, kom op met die dienst, met die services erachter. Want anders dan wordt er niet genoeg van ons net gebruik gemaakt. Gaan we in Schiedam een goede toekomst tegemoet op het gebied van media, kabel, infrastructuren, digitale, glasvezelkabels? Het feit dat we vandaag deze uitzending waar kunnen maken en ook naar alle Schiedamse gezinnen kunnen brengen, is daar al een bewijs van. Dit kan alleen maar doordat we heel veel breedbandige informatieoverdracht kunnen doen met glas, met alle zaken die daarbij horen. Maar bedenk iedere keer weer, techniek is eigenlijk ongeschikt. Laten wij daar nou gewoon voor zorgen, maar zorgen voor jullie vooral dat je er wat aan hebt en dat je er gebruik van kan maken. En dat we daarmee eigenlijk een bijdrage leveren, een bescheiden bijdrage als bedrijf, aan het welzijn van de inwoner van deze stad. Zo is het. Even ter afronding. Vanmiddag tussen 12 en 4 is het voor iedereen hier open huis. Ja. En er is een aantal demonstraties. Ja, er zijn een groot aantal zaken te zien. Een van de dingen die ik zeer aanbeveel is het café van de toekomst. Want nu moet je vaak internetten en moet dat heel anoniem gebeuren. Of thuis of in een internetcafé achter een mooi scherm. Hier kun je eigenlijk zien fantastisch mooie tafel waarbij je al borrelend met elkaar even de boodschappen doorgeeft die je op een elektronisch scherm kan zien. Dat is iets absoluut unieks wat in Philips Design omgeving in Eindhoven is ontwikkeld. Wij zijn er trots op om dat hier te tonen. Maar er zijn tal van andere dingen. Binnenkort zullen wij een kabeltelershop openen. Ook hier kun je alvast wat van zien. Zodat wij ook activiteiten achter de aansluitdoos, om het maar zo eens te zeggen, verder als dienst zullen gaan aanbieden. Allemaal dat soort van zaken zijn hier vanmiddag te zien. Prima. Dan geef ik u nog een analoge hand. Oké. Okay. Felicitaties. En laat het analoog houden wat dat betreft. Oké. Okay. Is het er. Ik ga u vertellen, en dat doe ik eventjes daar zo, dat u gekeken heeft naar een hele leuke speciale uitzending in verband met 25 jaar KAI in Schiedam. U kunt daar vanmiddag allemaal in Schiedam Centrum terecht. U moet naar de Korte Haven komen en dan kunt u allemaal kijken wat daar te doen is. Dan bent u nog niet klaar. U heeft het al gehoord van meneer de Recht. Cultuur volop in Schiedam. U gaat misschien thuis nog even een boterhammetje eten of in de stad.
En daarna bent u vanavond weer van harte welkom, want vanavond hebben we Schiedam als stad. Zoals gezegd, vanmiddag allerlei demonstraties. Er zijn mensen van allerlei bedrijven, ook de lokale radio en televisie is vertegenwoordigd. We hebben onze reclameman, we hebben allerlei mensen, we hebben gezellige mensen uitgenodigd. U kunt kortom vanmiddag kennis maken met een heleboel leuke dingetjes. Ik wens u in ieder geval een hele prettige dag en u weet het, Loek TV, graag tot de volgende keer. Dank u wel.